Ja, ik ben erg verward. Verward, ja. Mensen denken dat ik vaak een mening heb of zo. En aan die mening hangen ze dan meteen weer een oordeel over mij als persoon. Nou, je hoeft er helemaal geen beroerd persoon voor te zijn voor een mening te hebben. Maar ik heb geen mening. Het is echt verwarring, verbazing en vragen. Want onze eigen KNS, jawel, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, organiseert in Trilburg een KNS. Kampioenschap, of toch een Nederlands kampioenschap, of toch een KNS-kampioenschap. Snap jij het nog? Ik denk, sneaky als ik ben, dat check ik even snel. Mijn gegevens uit 2018, toen ik Nederlands kampioen word, ik denk, daar moet het toch duidelijk uit voortkomen, hè, Gaasterland. Maar, nou, niet helemaal, want daar worden de begrippen door organisatie KNS en anderen. Omstanders daar door elkaar gebruikt. De KNS, Nederlands kampioenschap, KNS kampioenschap. Ik denk dat zal een foutje zijn. Ik doe het even anders. Ik kijk even mijn grote vriend Tony van der Hoeven op zijn spulletjes. En wat denk je daar? Na checken. Rosette, lint en beker van vriend Tony van der Hoeven. Oké. Op de rosette scherp staat heel wat anders dan op de beker. De beker staat in keiharde letters, duurzaam voor de eeuwige roem, ingegraveerd Nederlands kampioenschap. Dus ik snap het allemaal niet meer. In alle gevallen is het woordje Nederlands, de sportbond, Nederlands kampioenschap, het komt al erg naar voren. Hè? Dan is het weer opvallend dat er een Belg mee mag doen. Op zich heb ik niks tegen een Belg in een wedstrijd, maakt niet uit, maar hij mag meedoen voor de prijs. En dan begin ik mij weer te verbazen over de KNS. Want die Belg, die rijdt een klasse lager. Eén Belg rijdt een klasse lager. Vijf Nederlandse M-rijders, die worden meteen een klasse teruggezet. Nou, ik snap dat echt niet. Dat lijkt wel, een beetje het aloude vooroordeel. Heel vroeger, toen ik heel klein was, zo'n 80 jaar geleden was ik jong, toen hadden we die Belgen moppen. Weet je waarom een Belg de ruitenwissers aan de binnenkant van de voorraam hebben? Omdat hij zo oud eruit. Zo dom waren die Belgen. Nou, KNS, ze zijn niet zo dom, maar jullie bevestigen wel het vooroordeel. Jullie laten de rest op het niveau van een Belg starten. Jammer. Jongens, die Belg niet naar. Nou, echt. Ik heb alle respect, het is een grote goede vriend van me. Ik strijd graag tegen hem, Jonas Korte. Hij had dat wel aangekend. En om nou vijf Nederlanders voor één Belg terug te. Dat gaat niet goed, gaat niet goed, gaat niet goed. Dus jullie bevestigen het vooroordeel van domme Belgen, KNS. Sorry wat ik dan. Maar met het meedoen van een Belg, een buitenlander dus, zou je denken dat is een internationale wedstrijd. Maar nee. De Nederlanders zijn dermate gekwalificeerd dat die niet internationaal mogen starten. Het is dus het Nederlands kampioenschap of het KNS kampioenschap. Ik begrijp het echt niet meer. Dus het is eigenlijk wel internationaal, maar dan een klasse lager en. In ieder geval, Tony. Ik wil je super feliciteren met je brons op het Nederlands kampioenschap. En op jezelf staat, Sjerp staat KNS kampioenschap. Maar ik wil je van harte proficiat wensen. Ik vind het een super prestatie. Ik ben er jaloers op. Jonas Korting, absoluut super gefeliciteerd met je zilveren plaats op het Nederlands of KNS kampioenschap. Je hebt wel even gewonnen van vijf Nederlanders die normaal hoog rijden. Jonas, super, 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 super. Voor ons Lightman team, ondergetekende, was de wedstrijd gewoon geen succes. Wel was het een succes dat Frans Fopma achterop ging als kroon. Dat was topper, 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 deed mij, raakt mij. Geen succes was weer de dressuur. Halt houden in een kuil en dan achterwaarts met zo'n zware kal. Kal, kal, kar, kar. Dat doen mijn paarden niet, dat is te gek. Wel een succes vond ik de support en aanwezigheid van Ansje en Thijs. Geweldig leuk dat jullie kwamen kijken. En wat hebben ze in Trilburg, steeds in Trilburg. Van mij geen woord, hè?
dat komt wel goed. Ex-groen Kevin, waar de vel naar gevraagd heeft, jongens, die heeft het heel erg druk. Die is verhuisd naar Steenwijk, heeft een nieuwe baan. Hij heeft samen met zijn vriendin daar een paar paardjes. Die is heel gelukkig met andere dingen. Ongelooflijk en even gewaardeerd was het feit dat zijn ouders Mieke en Roen wel weer een succes maakten van de wedstrijd door hun aanwezigheid. Mieke heeft als van oud zo'n circa 385 foto's gemaakt en 145 filmpjes. Ze doet het niet voor minder. Deden weinig haar naar. Weinig van de professionals die daar aanwezig waren om het op beeld te leggen, deden dat erna. Wat dat betreft de Blight-toppers. Ik noem ze even apart in dit geval. Dorina Blight, Ivanhoe Blight, Empire Blight en Giant Blight deden het natuurlijk super geweldig. Nou nog een baas die ze kan bijhouden. Hè? We waren... Te gretig klinkt ook wel weer als een excuus, maar we vlogen in, er is één in. Stuur ik ze even voorbij een poortje. Ja, nou, laat allemaal, het was gewoon niet ons weekend. Wat dat betreft, we kwamen zo stoer van Ameland uit, dit was niet ons weekend. Ja, anderen zeggen, sport en emotie liggen dicht bij elkaar, je moet het kunnen hebben. Ik heb het niet hebben, ik vind het vreselijk. Dat komt mede door het feit dat voordat wij naar Trilburg gingen, zeg ik tegen Jonna dat ik een gouden sponsor heb gevonden. Echt een super sponsor. Een man die tot aan het gaatje wil en die wil van alles erin douwen. Nee, zo, die vind je weinig. En Jonna gelijk, het is Tilburg, Monte, geen Trilburg. Maar dan moet er ook een andere bestikkering op die Coltec truck. Ja, maar ik vind dat groen zo keurig staan. Ja, Jonna, maar dan, weet je... Er komt weer een schitterende kleurige kleurenfoto. En die valt ook zeker op in dat hele palet van vrachtwagens, mensportkarren, etc. We vallen zeker weer minstens zoveel op als met die lichtgroene koppertruk. Hoe verder dan, vraagt Jonne? Nou, gewoon. Net als voorheen. Ik ga staan te vloggen voor die vrachtwagen. En we delen weer brochures uit. Brochures, zegt Jonne. Ja, het is de onschuld zelf, hè, zijn onderwijzeres. Hè. Wat moet ik daar dan mee? Nou, Jon, net als met het schrikdraad gebeuren. Je vertelt dat het goed spul is, dat we er goede ervaringen mee hebben, dat het heerlijk werkt. Nou, dat moet wel lukken, dat schrikdraad dat we gebruiken is geweldig. Wat voor bedrijf is het eigenlijk? Easy Toys. Toen was het even stil. Easy Toys. Monte, zeg je nou Easy Toys? Ja. Dat doe ik niet, Monte. Dat hebben we niet eens. En bovendien, we zijn al wat ouder. Het gaat allemaal... Zo snel zijn we niet meer. Ze begonnen van te stotteren. Dat doe ik niet meer. Dat alles duurt langer. Ja, ik zeg Jonne. Maar die man doet ook overal Duracell in, hè. Gaat twee keer zo lang mee. Nou, ze kijkt me aan of ze water zag branden. Ik heb het even staan afwachten. Het was bijna 5 minuten stil. Toen zegt ze, ja dag, je zoekt maar een biermerk. Daar drink je 2 keer zoveel van. Het is goed met je. Het houdt weer op, meneer Easy Toy, sorry. Maar wij gaan nog een paar keer oefenen met outdoors. In de outdoors met het jonge paard Monarch van 5 jaar. Heb ik al vaker uitgelegd, door corona heeft hij toch een stukje opleiding gemist in enkelspan en dressuurwedstrijd hier of daar. Maar we gaan een paar keer de outdoors starten en dan komen de indoors, gewoon lekker rijden. En we hebben de focus natuurlijk op 15 oktober, dat is de gigawedstrijd van de indoors voor ons. De grote indoorstrijd bij Koos de Ronde, Stal de Ronde, Zwarte Waal. Dat is gewoon geweldig. Ik heb begrepen dat Chester Weber daar komt. Dat een Bram Chardon daar komt. Ik begrijp dat Boyd Excel andere verplichtingen had. Maar Koos de Ronde staat zelf ook. Er starten nog wat andere corriveeën. En ondergetekende mag ook een rondje rijden. Maar je moet maar zo denken, als ik nou de langzaamste ben daar. Dan hebben we het langste plezier van ons inschrijfgeld. Het lijkt me geweldig. Ik geloof dat we dat niet eens, dat het niet eens zoveel is wat dat betreft. In ieder geval, ik geloof niet dat het Easy Toys wordt. Ik ga wat anders bedenken. Rollatormerk.
Jannes, ja. Dan moet er een beetje mee in kunnen stemmen. Tot later, merk. Wat heb ze nog meer? Ze drinkt wel graag een wijntje. Geen idee. Ik ga er even kijken, maar meneer Isidor is bedankt. Dit wordt er niet. Excuus. En in ieder geval, dit was een beetje het outdoor seizoen. Thank you very much. Mocht je nog wat willen kopen, Coltech. That's it. Arrivederci. Bedankt.